Over voetbalbeleving gesproken, op bezoek in het kolkende Istanbul bij Fenerbahçe mag Antwerp de borst nat maken. En ze rollen daar de rode loper uit voor Mikael Vrij, want die maakt 12 doelpunten in zijn laatste 11 wedstrijden voor Antwerp en mag hier op bezoek bij zijn ex-club tonen wat hij waard is. Fenerbahçe is goed begonnen in de Turkse competitie, verloren afgelopen weekend wel helemaal op het einde met 3-1 tegen Trabzonspor. Maar niet gevreesd, de Antwerpenaren die scoren makkelijk en laten ook makkelijk scoren en daarom zie ik beide teams scoren. Met tijd en vlijt geraakt men wijd, beste John. Ik zou zeggen, trainen op die stilstaande fases en zeker die hoekschoppen, want West Ham United is een gevaarlijke klant, ook op stilstaande fases. KRC Genk heeft 3 uit de 6 punten. West Ham United staat met 6 punten volledig op kop, kregen nog geen enkel doelpunt tegen, maar scoren vrij makkelijk. De defensie van Genk is momenteel zeer zwak zonder een Colombianen en daarom zie ik deze wedstrijd over 2,5 doelpunt gaan. Veel succes!